Het mag gerust een prestatie van formaat worden genoemd. Vanuit het niets is Forum voor Democratie met 2 zetels in de Kamer terechtgekomen. Theo Hiddema, welkom aan tafel. En Thierry Baudet, gefeliciteerd nogmaals, heren. Zo zag het er gisteravond uit. Wat een ongelooflijk bijzondere avond. Wat een moment. We vieren met z'n allen met vereende krachten een bres te hebben geslagen in de oligarchie die nu al decennia in Nederland regeert. Vandaag begint het. Het is echt ongelooflijk. En jullie zijn erbij. Ja, Thierry, ik kan me ook voorstellen dat je... Het is ook zo heftig van onder gefilmd. Dat is toch lekker. Dat een beetje... Dat gaat nog veel vaker gebeuren, dat je denkt, ben ik dat? Maar als realist heb je natuurlijk ook rekening gehouden met het feit dat het misschien niet zou lukken. Was je dan toch nog ergens verbaasd dat het gelukt is? Nou... Nee, maar je moet alle scenario's af in je hoofd. Je bent geen gek mens, toch? Je denkt, nou, ik bedoel, misschien worden er 6 tot 8 zetels, zoals je voorspelt dat voor ons jouw surveys. Ja. Het werden er 2. Dat heb je mij ook verteld. Dat bedoel ik. Gaat nu om eens. Maar je leven gaat veel. Zit een teleurgestelde Theo helemaal aan tafel, of niet? Ja. Nee, nou... De derde zetel pakken, hè? Dat is nog niet... Nee, ik heb het een beetje weggehapt, de teleurgestelde. Maar ik ben dus in de buitendienst beland. Eerst in zijn bevlogen armen. Ja. En toen gedacht, hé, dat is een intelligent jong. Twee, het is een intellectuele uitdaging om ook eens me gelijk te bevechten in het Hof van de Leeuw. Met politiek georiënteerd, dat weet hij ook wel. Dan ben ik al een poosje. Laat ik daar maar eens naartoe gaan. Neem ik hem mee. Hij is een beetje meer gedisciplineerd en hij inspireert. En hij een tomeloze energie. Maar toen kwam er een ander handicapje bij me op. Want ik ben nogal solitair. Dus ik denk, zoek het maar uit. Ik help je wel een beetje. Maar... ik vond hem zo bedrijvig en zo emotioneel betrokken bij het doel wat hij nastreeft. Dat ontstond bij mij een gevoel van loyaliteit. Dat ken ik niet zo goed. een groepsgevoel. Dus toen heeft hij me zo graag gekregen dat ik nou Kamerlid werd, toch? En toen beland ik in de buitendienst. En dat wil zeggen dat je... En daar hebben jullie je ernstig mee ons onderschat, hoor. Wij zijn een beetje buiten beeld gebleven, omdat jullie dachten dat zijn nerds. Wie zijn jullie? Die hebben een eigen peilingkies en ja? Daar komt wel wat uitrollen. En zoek het maar uit, ja, maar wel, ja. Wacht maar even. Maar ik zat in de buitendienst. En ik heb 3 weken iedere avond in het Hol van de Leeuw met slecht herfstweer. Nat, wind, regen, vlagen, alles zat tegen. in oorden waar je nog nooit geweest bent. In zaaltjes... perfect georganiseerd, dat weer wel. De lokale dienstverlening van de betrokken partijleden was ook ideaal, alles wel. Maar de zalen waren boomvol. Ik wist niet wat ik aantrof. Of het nou Ter Apel was, Groningen, Pijnakker, overal ben ik geweest. In die naargeestige oren. Als ik u goed hoor, is het ook uiteindelijk voor u dan toch nog een verrassing dat dit de uitkomst is geweest. En het gaat betekenen dat er een fundamenteel verandering in uw leven komt. U heeft een bloeiende praktijk. Nou, maakt u zich geen zorgen, hoor. Ik maak me geen zorgen. Een fundamentele verandering in mijn leven zal het niet toestaan. Nee. Mijn karakter is zo gerijpt, dat ik kan wel een stootje verdragen. In positieve zin bedoel ik, u heeft wat te doen in Den Haag. Dat kost wat tijd. Ja, nee, dat kost geen tijd. Dat is weer een nieuwe inspiratiebron. Kijk, als advocaat ben je enggeestig bezig met, hè? Ooglappen op, oogkleppen op, en daar staat de cliënt. En die blinkt niet uit een maatschappelijke dienstverlening of inzichten. Laten we daar maar simpel over weten. kijk eens af, daar komt het Forum op mij af. En die heeft kennelijk iets ontdekt van die man heeft toch iets sociaals. Dat wist ik niet. Thierry, je bent normaal gesproken nooit zo stil. Wat gebeurt er? Hij fronst ook soms. Ik verheug me enorm op al die debatten in de Tweede Kamer... waar Theo, die 40 jaar lang de maas in het net heeft uitgezocht... ze nu allemaal gaat dichten en al die kartelleden het vuur na aan de schenen gaat leggen. En ik verheug me er gewoon heel erg op. En ik ben ongelooflijk trots op onze nummer 2. Ik kan ze overtuigen daar dat jij het goed bedoelt. Nou, dat ook nog dat, een keer. Dat ja, zou dat, ik Thierry, je hebt een idee. Jullie hebben een idee. Nou, wat wij willen voor de formatie, kijk, wat ook een beetje aansluit op wat Linda hier gezegd wordt. Hè, wat je nu gaat krijgen, wat je dreigt te gaan gebeuren, is maandenlang stoelendans, een beetje om elkaar heen draaien. Die wel met die, die dan weer niet met die. Ook
de schijn ophouden. Hè? Dat geeft Wouter Bos ook heel duidelijk aan. Je moet aan je achterban laten zien. Je moet eerst doen alsof. En dan, ja, daar moeten we vanaf. En waar we ook vanaf moeten in Nederland, dat is dat altijd maar die pipo's van die partijen die dan aan de beurt zijn voor een minister. Oké, okay, maar wat wil je, hoe wil je dat oplossen? Dat heb wij je gezegd. Een zakenkabinet. Wij willen dat er een formateur komt, dus een minister-president straks, die feitelijk gericht is, die niet een politieke hotshot is, maar ik denk bijvoorbeeld aan Pieter Omtzigt, zo'n soort iemand. En dan CDA, Pieter Omtzigt, maar niet de partijleider, maar iemand die bij uitstek bekend staat als een feitelijk, heel feitelijk gericht Kamerlid. We hebben wat mensen dan, hier even die jij gezien bijvoorbeeld, dit is gewoon waar, uit de losse pols, dat vroegen jullie mij, maar wat zou je dan aan denken? Nou, bijvoorbeeld Louise Fresco op duurzaamheid en milieu, Robert Dijkgraaf op het onderwijs, iemand als Dick Berlijn op defensie. Je zou kunnen denken aan aanbod aan betalen voor integratie, immigratie, gezondheidszorg. Ik weet niet of iedereen die kent, dat is Marcel Levy, voormalig directeur van het AMC hier in Amsterdam. Is nu net naar Londen vertrokken, maar ja, dat zijn zo'n eerste suggestie van namen. Je zou kunnen denken aan, nou, een hele populaire minister van Financiën. Liggend. Maar Pieter van der Does bijvoorbeeld, dat is een man die heeft ongelooflijk veel in de innovatie betekend in Nederland. Heeft Atjen al die mobiele betalingen. Maar weet je wat ik nou zo, wat ik nou zo merkwaardig vind? Hè? Dit zijn zo Thierry. Van... Thierry, jij bent in je hele campagne, hè, en in de manier waarop je in de Kamer bent gekomen, ben je super ideologisch gedreven. Hè? Jij hebt mensen een verhaal willen vertellen over wat er aan de hand is in Nederland en wat er met Nederland moet gebeuren. En dan kom je met een zakenkabinet wat totale ontpolitisering van de politiek betekent. Dat is nou juist het mooie. Je pretendeert dat politiek gewoon technisch problemen oplossen is. Terwijl je zelf campagne voert op het verhaal wat verteld moet worden en wat mensen moet inspireren. Ja, dat wel. Maar kijk, ik pretendeer niet dat dit neutrale mensen zijn. Ik denk dat dit mensen met visie zijn. En die moeten... Zo werkt ons systeem langs de Tweede Kamer om hun ideeën te kunnen realiseren. Hè. De Kamer is in laatste instantie de basis. De Kamer, dat is het ideologische centrum van Nederland. En daar zetten we tegenover een kabinet met de beste mensen, met visie. En dan gaan er vonken. Maar dan krijg je, dat is wat we nu nodig hebben. Dan krijg je Herman Heinsbroek-achtige taferelen. En dan blijkt politiek een stuk complexer te zijn dan medezaken. Deze mensen kunnen ook een ruzie met elkaar krijgen. Want je kan... Wie? U draait een vingertje, wie zo wat? Nee, dat Abu Talib, die heeft een plan voor... Ja, die staan achter u voor mij. Ze zitten hier niet. Komen zo binnen. Bijvoorbeeld Abu Talib heeft dan een plan op het gebied van integratie en immigratie. Maar dan zegt mevrouw Fresco, daar heb ik helemaal geen zin in. Dat is niet haar ministerie. Dus je hebt die ministeries die gaan onder leiding van die premier... een visie ontwikkelen. En vervolgens wordt dat in de Kamer getoetst en bijgeschaafd. Dan krijg je een totaal ander soort politiek. En dan krijg je dus ook de beste ideeën. Maar in ons land spreekt de regering wel met één mond. De regering is de collectiviteit verantwoordelijk voor het regeringsbeleid. Dus veranderen. Je hebt ook... Nee, dat is niet waar. Je hebt toch ook... je hebt gewoon portefeuilles. Nee, de regering is verantwoordelijk voor het beleid van het kabinet. Dat begrijp ik wel. Dus ieder van deze mensen zal zijn handtekening moeten zetten onder het beleid van de ander. Nee, maar je hoeft toch geen regeringsakkoord te hebben? En je krijgt een ultiem minderheidskabinet, heet dat. Sorry? Nee, dat heet grondwet. Daar staat dat in. Regeringsakkoord staat niet in de grondwet. Nee, maar je moet elke minister moet zijn collega-minister verdedigen. Dat is toch prima? Je verdedigt allemaal hetzelfde beleid, dus je kunt niet... Een heel andere richting kiezen op het ene veld dan op het andere. Maar dat is niet een andere richting, het is een ander beleidsterrein. En inderdaad, als het zo zou zijn dat een minister zegt... ik kan niet leven met het beleid van anderen, dan zal die moeten afleden. Maar wat lost het goed, nou dat kan gebeuren. Wat lost het nou eigenlijk op, dit? Precies het probleem waar we het net in het interviewtje met jou over hadden... dat we nu maandenlange schimmige formaties krijgen ten eerste. En ten tweede het feit dat wij middelmatige mensen op al die posities hebben in Nederland. Het zijn partijpipo's die aan de beurt zijn. Waarom zijn we moeten de beste mensen in Nederland. Waarom zijn zakenmensen beter in politiek bedrijven? Zaken is een woord. Zoals je ziet, dit zijn niet zakenmensen. Hè? Robert Dijkgraaf is niet een zakenman. Dat is een term. De term zakenkabinet, daarmee wordt bedoeld vakministers. Spreek je jezelf een klein beetje tegen. Want bijvoorbeeld Pieter Omtzigt is een CDA'er. Dus je zou een coalitie met het CDA kunnen sluiten. En dus vanuit het CDA een heel goed minister naar voren. Je zou dus het is niet helemaal waar dat er uit de partijen geen goede mensen komen. Nee, maar ik zeg ook niet dat er niemand...
is die in partijen zit die niet goed zit. Wat ik zeg is dat we niet exclusief in die partijpool moeten vissen. Goed. Oké. Okay, nou, het ligt op tafel. Dat zou ik gelijk met er wordt nog lang over nagepraat. Ja, nee, maar dat is er komt misschien ooit een moment. Jeroen, hoorde je wat Kim zei? En dan zou ik meteen met je eens zijn. Ja, en iedere politiek... Er begint hier iets te gebeuren. Nee. Iedere politieke partij die deelneemt aan een coalitie kan ook besluiten om mensen van buiten te vragen om minister te worden. Ja, dat gebeurt wel vaker. Dat gebeurt ook. Volgens mij is Hiddema het spoor kwijt. Nee, knap hè, wou ik net zeggen. Ja. We wensen jullie veel succes de komende jaren misschien wel, als dat nieuwe kabinet zo lang blijft zitten. In ieder geval.